Dit is misschien wel de grootste haai die ooit is gefilmd. Hij is maar liefst 6 meter lang en zwemt hier bij Hawaii. Je moet er vast niet aan denken om zo dicht bij een haai te zwemmen. Maar deze onderzoekers zijn niet zo bang. Ze willen juist duidelijk maken dat witte haaien helemaal niet zo gevaarlijk zijn. Als je tenminste weet hoe je met ze om moet gaan. Vaak zien we haaien in dit soort films. Ze zien er groot, eng en gevaarlijk uit. En ze jagen op mensen. Maar volgens de haaienonderzoekers klopt daar helemaal niks van. The idea that they see people as a food source, that is rubbish. And that needs to go away. Because really that's ultimately leading to the demise of these animals. Is the fear and the perception that most people still have of sharks. De onderzoekers hebben deze beelden gemaakt om te laten zien dat haaien juist heel mooi zijn. En dat we er zuinig op moeten zijn. Their populations are so dwindling, it's sad to think that she could be the last mega shark that we see. Het is maar de vraag of deze gigantische witte haai ooit weer tevoorschijn komt. Ze laten zich bijna nooit zien. Maar gelukkig hebben we de foto's nog.